De deelkring in Lent lijkt misschien een beetje op een winkel, maar is dat niet. Bij de deelkring kunnen mensen spullen komen brengen die ze zelf niet meer gebruiken en waarvan ze, als ze denken van, ja, ik heb het, ik ben er eigenlijk best nog wel blij mee en er is helemaal niks mis mee, maar ik gebruik het nooit. Het is eigenlijk een soort van kringloopwinkel, maar dan zonder geld. Binnenkort zal de deelkring moeten verkassen, maar ze hebben nog geen idee wanneer precies. De verwachting van iedereen die er zo omheen kijkt, hè, van de bouwer gaat beginnen. De eigenaar van het pand is overleden, dus de gemeente is vrij om het te gaan kopen. De verwachting is dat in ieder geval voor het einde van het jaar duidelijk wordt. De vrijwilligers van de deelkring zijn al hard op zoek naar een nieuwe locatie. Ja, we zijn al volop aan het kijken. We hebben ook al in de Lentse lucht en in de omgeving zo een beetje allerlei mensen gevraagd van zouden we bij jullie kunnen. Maar wij zijn een beetje een lastige klant omdat we en geen geld hebben. We gebruiken 2 dagen in de week eigenlijk deze plek en de rest van de week wordt die dan eigenlijk niet gebruikt. Ook 2 gemeenteraadsfracties willen niet dat de deelkring verdwijnt en hebben er inmiddels vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. We hebben contact met gemeenteraadsleden van GroenLinks en van D66 die in de gemeenteraad ook hun best doen om daar iets van te maken. Maar verder hebben we alleen contact met ambtenaren om te kijken of die een plek kunnen vinden. De gemeente en de woningbouwverenigingen. Die zijn wel op zoek naar, kunnen we niet in Lent, Noord, Oosterhout een soort van ruimte maken waar meer verenigingen kunnen zitten. En daar zouden wij ook heel erg graag gebruik van maken. Het meest belangrijke is eigenlijk dat we kunnen blijven bestaan.